Een inbreker is op de Waeze in Leeuwarden van een 5 meter hoog dak gevallen, brak zijn been op 2 plaatsen en werd aangehouden door de politie. De 42-jarige Leeuwarden werd door een getuige gezien op het dak van een horecagelegenheid. Deze getuige belde direct via 112 de politie. Toen de inbreker in de gaten kreeg dat er op hem gelet werd, ging hij er vandoor. Vervolgens viel de man van een hoogte van 5 meter naar beneden. Daarbij brak hij zijn been op 2 plaatsen. De man werd aangehouden en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Het is nog onduidelijk of hij al iets gestolen had.